Er zijn weinig gemeentes zoals Tervuren die zo vaak in aanraking zijn gekomen met de nationale, internationale geschiedenis. Want ik wil hier zo snel mogelijk komen jagen. Ons kasteel van Tervuren. C'est une ruïne. Bon à abattre complètement. Het was enkel maar goed om af te breken. Het zal lijken op een mooie, grote, klassieke Italiaanse villa. Zo kon ik mijn Congo een beetje promoten bij de Belgen. We hebben hier dan de sportzaal. Hier hebben de militairen geturnd. De heemkundige kring die houdt zich bezig met de verschillende facetten van ons erfgoed. Die te bestuderen, die te inventariseren, te bewaren. Om op een gepast moment door te geven aan de volgende generaties. Mensen moeten weten in welke belangrijke gemeente zij wonen. Al in 1914 produceerde België niet genoeg voedsel voor de eigen bevolking en moest er dus eten ingevoerd worden. De tentoonstelling Stars and Strips in Tervuren mocht vandaag prins Laurent verwelkomen, als Laurent zelf. Hij verzamelt al jaren de cartoons die over hem in de pers verschijnen. Ik heb dat zeer graag. Ja, ja, ja. Waarom denk jij dat niet? Aan zou blijven en al de rest vanaf het Spaans huis, het hele zuidelijke gedeelte. Karel van Lorijnen was een jager en in dat middenpunt liet hij een jachtpaviljoen maken. En hier gebeurden zeer amoureuze zaken. Karel, ik ben toch zo verliefd op u! Een torengebouw geplaatst. We hebben ons daarbij geïnspireerd op de Italiaanse architect Bernini. Een tweede touw, ja, dat. Hier, dat laat ik.